we worden genaaid met die excuses. En ik zal u zeggen waarom. Welkom allemaal hier in de Bali. Mijn naam is Rogaya Sek, ik ben hier programmamaker. Het is vandaag 1 jaar geleden dat premier Rutte zijn excuses aanbood voor het slavernijverleden namens de Nederlandse regering. En daarbij zei hij ook dat het niet ging om een punt, maar om een komma. Dus dat lijkt ons een hartstikke goed moment, 1 jaar later, om met verschillende personen te spreken wat er eigenlijk gebeurd is na die komma. En wat er nog moet gaan gebeuren. En we beginnen vanavond met een hele speciale gast. Het is niet zomaar iemand. Ze is pedagoge, mensenrechtenactivist. En zet zich haar hele leven lang in voor de erkenning van het slavernijverleden. En de doorwerking daarvan in het heden. Ze heeft ongelooflijk veel gedaan. Voor haar werk ontving ze vele prijzen. Zo is ze bijvoorbeeld bekroond tot officier in de ereorde van de Palm in Suriname. Een hartelijk applaus voor mevrouw Beryl Biekman. Toen 1 jaar geleden de excuses kwamen, zag u dat toen ook als een erkenning van uw werk? Erkenning van mijn werk, erkenning van het werk van velen die ook betrokken zijn bij het landelijk platform Slavernijverleden. Als we het hebben over excuses, dan praten we over excuses in de context van reparatory justice. Het is een onderdeel daarvan. Tijdens de vooraankondigingen dat het zou komen, dat we hebben geprobeerd om minister-president Rutte tot 1 keer aan te sturen. Dat was vorig jaar? Dat was vorig jaar, omdat we vonden dat excuses zoiets is, vooral als het gaat om de tekst, dat je dat doet in samenspraak. Je biedt excuses aan en de ander aanvaardt het. En dat we met elkaar afspreken wat na die excuses zullen volgen. Minister-president Rutte is gewoon doorgegaan met 19 december. En gelukkig heeft hij gezegd, we zetten geen punt erachter, maar een komma. U moet zich voorstellen, in het begin, we werden geïnstrueerd dat we het woord excuses niet in de mond moesten nemen. Als hoogwaardigheidsbekleders met ministeriële verantwoordelijkheid aanwezig zijn, dan willen ze alle teksten zien. Want stel je voor dat je iets gaat zeggen dat niet door de beugel kan. En ik vond het vreemd, hè? Geen excuses. Dus geen excuses. Zo had ik mijn eerste speech, was in 1999, door een gezamenlijke bijeenkomst hadden. Had ik per ongeluk wel dat woord excuses in mijn tekst aangehaald. Nou, dat werd eruit geschrapt. De tweede bijeenkomst was in 2000 in de Grote Kerk in Den Haag. Werd weer geschrapt. En de derde was in Rotterdam in de Koningskerk. Werd weer geschrapt. In de ochtend van 1 juli 2002 heb ik volgehouden dat ik een gedicht zou voorlezen. Nee, ik zou een gedicht. Het gedicht zat in mijn hoofd. Een paar uren voor de bijeenkomst begon, de start van de ceremonie, was het me weer gevraagd. Dus ik heb. Waar is het briefje? Precies. Iedereen was blij toen ik naar de katheder liep. En ik had niks in mijn hand. Dus ze dachten van, oh, dat komt goed, ze gaat een gedicht voorlezen. Toen ging ik in mijn borst en haalde ik een papier uit. En ik zag de minister-president Kok kijken. Hoe kan dat? Commissaris van de Koningin. Iedereen was in paniek. Van Bokstel, oh, nee, dat heb ik niet geweten. En de koningin zat rustig. En ik heb toen mijn tijd echt genomen om ook tot de koning te spreken, want je mag niet rechtstreeks tot de koning spreken. Maar ik wilde de koningin in herinnering brengen dat het koningshuis wel degelijk ook verantwoordelijk was voor het slavernijverleden. Dus ik zag Noraly Beyer was er toen en die dacht van, hé, dat kan niet, nee, dat kan niet, dat kan helemaal niet. Dus ik nam een briefje en ik las voor. En iedereen, ik zag ze kijken, volgens mij hebben ze niet eens geweten wat ik heb gezegd. En ze keken en ik wist dat
dat iedereen met boosheid was geslagen. Dus ik stond op en ik liep. Ik zag die verbeten ogen. En toen knikte de koningin voor me. En toen dacht ik, halleluja. En vanaf dat moment was ik niet meer bang om over excuses te praten. En ik was ook niet meer bang om over herstelbetalingen te praten. Maar wat ik wel weet is dat de secretaris-generaal me de volgende dag ontbood op het ministerie. En ik ben natuurlijk niet gegaan. En dat hij gezegd heeft, eens en nooit weer. En dat merk je ook, want op 1 juli heb ik nooit meer mogen praten. Dat weten de mensen. Dus wat dat betreft zie je dat de tijden toch zijn veranderd. Dat we nu gewoon iedereen praat over na de comma en excuses, et cetera. Dus ik ben niet ontevreden. Oké, dank u wel. En nogmaals een hartelijk applaus voor mevrouw Berjo Biekman. We gaan luisteren naar een lezing van Patricia de Gomez. En samen met haar hebben we ook deze avond georganiseerd. Ze is historica, onafhankelijk onderzoeker en mede-organisator dus van deze avond, zoals ik net zei. Ze schreef vele artikelen en publiceerde vorig jaar het boek Denken over de transatlantische slavernij en racisme. Een hartelijk applaus voor Patricia de Gomez. In deze lezing ga ik het slavernij-excuus van premier Rutte voor u tegen het licht houden van de rechtsstaat, om te laten zien wat eraan mankeert en hoe we het desondanks toch kunnen gebruiken om het na de comma een goede invulling te geven. Er is immers het afgelopen jaar niet genoeg gebeurd en we moeten ervoor zorgen niet opnieuw aan het kortste eind te trekken. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dr. Berit Biekman haalde dit net ook al aan. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. De premier zei dit vandaag precies een jaar geleden tijdens zijn speech in Den Haag, waar hij excuus aanbood voor de transatlantische slavernij en de doorwerking ervan. De burgemeesters van de grote steden en 2 banken waren hem hierin al voorgegaan. En na hem volgde op 1 juli van dit jaar koning Willem-Alexander, die zijn excuus vergezeld liet gaan van een diepe spijtbetuiging. Het waren allemaal stuk voor stuk hele mooie, ontroerende speeches. En de gezagsdragers maakten ook een oprechte en ontroerde indruk. Ze erkenden de wreedaardigheid en de gevolgen en de doorwerking. Ze toonden spijt en berouw. Ze wilden herstel en verzoening. Allemaal geweldig. Precies wat wij wilden horen. Maar er stond ook iets in dat wij niet wilden horen. En dat was hun ontkenning van aansprakelijkheid en hun bewering dat die aansprakelijkheid niet geconcludeerd kan worden uit hun excuses. Deze disclaimer was niet nieuw, want vanaf het moment dat wij jaren geleden onder leiding van Dr. Berit Biekman en onze grassrootsorganisaties excuses begonnen te eisen, hadden de witte erfgenamen dit al geroepen. Er hangt immers een prijskaartje aan aansprakelijkheid en daar wilden ze uiteraard niets van weten. Hoewel hun disclaimer afbreuk doet aan hun excuses, protesteerden wij op dat moment niet, want het waren historische momenten en we wilden deze koesteren. En ik zag onze voorouders al zwoegend op de velden in de hete zon in hun armoedige plunje. Die konden vast niet dromen dat dit moment ooit zou aanbreken. Maar hoewel dit een hele grote stap is geweest, horen daar ook een paar kanttekeningen bij. En de eerste kanttekening is dat ze het excuus niet uit zichzelf hebben gemaakt. Wij hebben hen hiertoe aan moeten zetten. En we hebben dit op een vredelievende wijze gedaan met woorden, met onze kennis, onze emancipatie en onze culturele activiteiten. En met onze geweldloze demonstraties en antiracismeacties. Tientallen jaren lang. De tweede kanttekening is dat we hiermee niet alleen onszelf wilden helpen, onszelf wilden helen, maar ook hen.
Maar dat beseffen ze niet, lijkt het wel. Ze beseffen niet dat ze alleen met het maken van excuus, een echt excuus, weer eerlijke, morele en rechtvaardige mensen zullen kunnen worden. Iets wat ze altijd hebben voorgegeven te zijn, maar wat de meeste van hen, wat ons betreft, nooit eerder zijn geweest. Hun voorouders hadden immers al deze mooie eigenschappen 500 jaar geleden overboord gegooid. En ik benadruk wel even, want het is toch wel heel erg stil, dat ik het hier niet heb over al die witte mensen die vanaf het begin tegen de slavenhandel en de slavernij zijn geweest, de abolitionisten. En ik heb het natuurlijk ook niet over al die witte familie en vrienden die nu samen met ons tegen racisme strijden en die ongetwijfeld hier ook in de zaal zitten. Ik heb het alleen over de racisten. De derde kanttekening is dat de meeste witte erfgenamen die mooie eigenschappen nog niet helemaal terug hebben, omdat het excuus door die disclaimer niet helemaal gelukt is. En de vierde kanttekening is dat premier Rutte het heeft doen voorkomen alsof die disclaimer in zijn excuus ook door ons is aanbevolen. Het excuus bestaat uit twee componenten waaraan moet worden voldaan voordat het waarde heeft en voordat het kan worden geaccepteerd door het slachtoffer. Deze twee componenten zijn onderling verbonden. De eerste bestaat uit woorden en deze woorden vormen een symbolische afsluiting van iets akeligs. En die afsluiting houdt vervolgens de belofte in dat het akelige niet meer zal voorkomen en dat het voortaan beter zal gaan. De tweede component van het excuus vloeit hieruit voort. En het bestaat niet uit woorden, maar uit een daad of daden waaruit moet blijken dat het ook beter zal worden. De aanbieder zal na het uitspreken van zijn excuus dus tot daden over moeten gaan die ervoor zorgen dat het beter wordt. U ziet, aansprakelijkheid zit ingebakken in het excuus. Het is er een intrinsiek deel van. En je kunt het dus niet zomaar weglaten zonder het excuus te verminken. Als er geen daad volgt, of als die daad niet in overeenstemming is met wat het slachtoffer wil, dan zal het excuus ook in die zin weinig waarde hebben. Die dubbelhartigheid zit ook in de manier waarop de premier het na de komma wil invullen. Aan de ene kant gebruikte hij dit om zijn disclaimer te verzachten, terwijl hij aan de andere kant liet weten dat we niet veel hoefden te verwachten van de invulling ervan. In een interview in het NRC van 26 december 2022 had hij immers gezegd dat hij niets voelde voor herstelbetaling of andere reparations. In plaats daarvan zou hij een fonds van 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor activiteiten in het Koninkrijk en in Suriname. Dit is een daad, maar het is wel een daad die helemaal niet voldoet. In de eerste plaats is die 200 miljoen euro een heel schamel bedrag in het licht van 250 jaar slavernijuitbuiting. Een onbillijke afschaffingswet die alleen de slavenhouders schadeloos stelde. En daarbovenop 150 jaar koloniale uitbuiting. De immateriële schade laat ik maar buiten beschouwing. Die kan met geen enkel bedrag worden goedgemaakt en die zal gewoon uit moeten sterven met de generaties die volgen. In de tweede plaats wil de premier met het geld alleen activiteiten subsidiëren die betrekking hebben op bewustwording. Hij komt niet met structurele beleidsmaatregelen om een einde te maken aan 400 jaar oude, oneerlijk verkregen voorsprong in ontwikkelingsmogelijkheden voor onze witte broeders en zusters. Hij voorziet ook niet in structureel oplossen van de economische achterstand van de voormalige koloniën en hij doet onvoldoende aan de bestrijding van racisme in de Europese Unie. In een EU-rapport dat dit jaar is verschenen kunnen we lezen dat 1 op de 2 mensen van Afrikaanse afkomst op dit continent dagelijks met racisme heeft te maken. Maar ondanks het feit dat het excuus niet voldoet,
vanwege die disclaimer en die ontoereikende daad, kunnen we het toch gebruiken om een rechtvaardige invulling van het na de komma af te dwingen. En voor deze opvatting kunnen we steun vinden in het rapport Excuses in het openbaar bestuur uit 2010... van de voormalige nationale ombudsman Brenninkmeijer. In dit rapport schrijft hij 1. Dat het aanbieden van excuus niet vrijblijvend is, en 2. Dat de aanbieder, ik citeer, pas van zijn schuld is bevrijd als hij de verandering heeft doorgevoerd die het slachtoffer voor ogen heeft. En in de weblog van het College voor de Rechten van de Mens van 12 december 2022 staat onder meer dat de overheid zich grote financiële inspanningen zal moeten getroosten om onze maatschappelijke kansen en mogelijkheden te verbeteren. We kunnen dus voor het afwijzen van de disclaimer en het afdwingen van een goede invulling van het na de komma ook naar beide rapporten verwijzen. Dus niet alleen naar het excuus zelf, maar ook naar die rapporten. Volgens de rechtsfilosoof professor Wouter Veraard van de Vrije Universiteit kan het uitsluiten van juridische aansprakelijkheid bij het maken van excuses leiden tot een gevoel van rechtsontkenning bij de gedupeerden. Maar sinds de overheid met haar excuus heeft erkend dat zij onze voorouders onrecht heeft aangedaan, dat ze in het verleden een misdaad heeft gepleegd en gefaciliteerd, moet zij dit onrecht ongedaan maken of vergoeden. Dit is de juridische consequentie als je misdaad erkent. Je kunt de aansprakelijkheid juridisch dus niet zomaar even in een excuus afwijzen. Overigens kunnen wij stellen dat de rechteloosheid van onze voorouders achteraf is bijgesteld door de Verenigde Naties tijdens de conferentie van Durban in 2001, die net werd genoemd. Toen verklaarden de VN de transatlantische slavernij tot een misdaad tot de menselijkheid. En hiermee zijn onze voorouders achteraf als mensen met rechten erkend. Alle lidstaten hebben deze verklaring geratificeerd, ook Nederland. Een ander punt is hier dat een misdaad tegen de menselijkheid volgens het internationaal recht nooit kan verjaren. Na die hele litanie tegen onze geliefde witte broeders en zusters wil ik ook heel even stilstaan bij onze mankementen. Maar ik noem er maar een paar op, ik kan niet uitweiden. Wij moeten de geschiedenis niet verkeerd weergeven. Wij moeten niet met twee maten meten. Bijvoorbeeld door de zwarte slavenhoudster Elisabeth Samson op te hemelen en als rolmodel te beschouwen, zoals Cynthia McLeod wil. Terwijl we de witte slavenhouders een misdadiger noemen. Die vrouw was ook gewoon een slavenhoudster. Maar het is wel goed dat het huis er staat, hè? En vooral, we moeten ook ophouden met gewichtige doenerij en exclusivistisch gedrag zodra we succes hebben en in plaats daarvan samenwerken en elkaar steunen. We zijn tenslotte allemaal bij elkaar gekomen door toedoen van onze witte broeders en zusters. Laten zij samen met ons voor een beter Nederland zorgen in gelijkheid en rechtvaardigheid. En alleen dan zal Nederland een echte democratische rechtsstaat zijn. Dank je wel. Dank je wel ook. Dan wil ik graag de volgende gasten naar voren vragen. Arne van Hout, directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat, werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties. Hij is de hoogste ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma Slavernijverleden. Gerard Spong, een van de meest gerenommeerde strafrechtadvocaten van Nederland. Momenteel onderzoekt hij of de Nederlandse staat een schadevergoeding moet betalen aan de nazaten van tot slaafgemaakten. Glenn Gottfried is oprichter en presentator van populaire radiozender Radio Mart. Een 24/7 radiostation dat zich sinds 1984 richt op de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Gerard Spong, eigenlijk eerst gewoon de open vraag. Hoe heeft u geluisterd naar de
lezing van Patricia Gomez. Het was een zeer interessante lezing. Ik ben het met een hele hoop dingen eens met haar. Zeker als het heeft over de dubbelhartigheid. Zelf prefereer ik de term huigelachtigheid. We worden genaaid met die excuses. En ik zal u zeggen waarom. Er is al even de term gevallen, de Durham-verklaring. Maar wat er ook is, en dat schijnen weinig mensen te weten, is dat er in de periode van 7 september vorig jaar tot en met 12 oktober vorig jaar, dus we hebben het over een hele korte tijdsperiode, toen is door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen over de reparation, justice reparation en ook nog andere zaken. En die resolutie is door alle Afrikaanse landen, die hebben daarvoor gestemd. Maar wat blijkt nu? Nederland heeft tegengestemd. Dus aan de ene kant hebben we hier Rutte en koning Willem-Alexander die over excuses en intense beleving en huilie-huilie doen enzovoorts. Maar aan de andere kant stemmen ze tegen die resolutie in de VN. En het is een gloednieuwe resolutie, nog een paar maanden oud. Dan denk ik, wie belazeren jullie eigenlijk? Ik ben het verder wel eens met de kwestie van die internationale misdrijven. Dat die niet verjaren. Dat is op zich wel zo. Het probleem alleen is dat de verdragen en de wetten die zien. We hebben de wet in de WIM, Wet Internationale Misdrijven. Dat zijn allemaal wetten en verdragen die zijn gemaakt na de slavernij. En die hebben dus geen terugwerkende kracht. Want de terugwerkende kracht is bij verdrag meer verdragen verboden. Onder andere het internationale politieke verdrag in zaken de mensenrechten. Die verbiedt uitdrukkelijk in artikel 15, als ik het goed heb, de terugwerkende kracht van die wetten en verdragen. Dus dat wordt een probleem. Dat neemt niet weg dat als we het hebben over verjaring, dat er best wel juridische mogelijkheden zouden kunnen zijn om het beroep op verjaring teniet te doen. Dat neemt allemaal niet weg dat we toch wel zitten met een moeilijk probleem. Omdat er wat betreft de politieke verhoudingen in Europa, in de hele wereld, zijn er nou eenmaal oorlogen en andere dingen gevoerd die lang geleden hebben plaatsgehad en waar geen schadevergoeding is toegekend. Terwijl het evident steeds misdrijven tegen de menselijkheid waren. Neem nou bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog. Spanje betaalt geen rode cent aan Nederland. En in Vietnam, dat is nog korter geleden. Vietnam krijgt geen rode cent van Amerika terwijl het plat gebombardeerd is. En dus er is ergens, is er in de geschiedenis, ook al gaat het om misdrijven tegen de menselijkheid, kennelijk een soort vage grens van hier trekken we de lijn. En waar die nou precies ligt, dat weet ik niet, dat ben ik bezig te bestuderen samen met een aantal mensen. Wat ook een probleem is bij de aansprakelijkheid van die vastgeknoopt kunnen worden aan excuses, ben ik helemaal mee eens. Als je excuses maakt, erken je eigenlijk impliciet aansprakelijk te zijn voor datgene waarvoor je excuses maakt. Maar het probleem van de aansprakelijkheidsstelling, en of het nou 200 miljoen of 300 miljoen is, maakt niet uit. Het probleem is aan wie geef je dat geld? Dus ja, juridisch, wat als het gaat om processen, hebben we toch een weinig opbeurende geschiedenis. Wat niet wil zeggen dat we nu de situatie toch gewijzigd is,
wel zouden kunnen winnen. Ja. Ja, ik wil toch twee dingen zeggen en heel kort. Het eerste is dat het voor mij niet zozeer om geld gaat, want het zijn allemaal boeven, of je wordt een boef als je in de buurt van geld komt. Het gaat mij om structurele maatregelen. Ik ben heel erg trots en ik ben blij dat wij mensen zoals jou hebben, die eigenlijk gewoon daadwerkelijk mensen kunnen meenemen in dat wat wij ervaren als het gaat om onrecht. Ik werk met name in een gebied met een, zeg maar, waarvan ik nu overtuigd ben dat als het gaat om onze mensen, dat als we kijken naar dat wat er is geweest, eeuwenlang aan ontmenselijking tot de dag van vandaag, want dat ervaren we. Het moment dat hier in dit land een wilder zegt van we trekken die excuses terug, heeft dat ook in mijn beleving te maken met die ontmenselijking die we dus eeuwenlang hebben moeten ondergaan en dat weer mogen ervaren. Want dat zou, als het ging om de Holocaust, zou dat niet gebezigd worden. Niemand haalt het in zijn hoofd. Dat betekent nog steeds dat we niet worden gezien als volwaardig. De grondwet die geldt uiteindelijk voor iedereen. Mijn directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de grondwet en de grondrechten die erbij zitten. De grondwet geldt voor iedereen. En dat betekent dat als ons gevraagd wordt om dingen te doen die strijdig zijn met de grondwet of grondrechten, ikzelf daar in ieder geval niet aan mee kan en zal werken. Whatever it takes. En dat klinkt misschien heel stoer, hè, maar dat vind ik eigenlijk niet, want het is gewoon mijn opdracht. En excuus dat ik door het applaus heen, want ik vind dat niet applauswaardig. Ik vind, zo hoort dat te gaan. Ik kan wel aan mensen uitleggen hoe je een grondwet in dit land moet veranderen. Dat kost nogal wat. En dat gaat ook niet zomaar gebeuren. Dus in die zin heb ik ook wel weer vertrouwen in een aantal instituties van dit land, dat we een aantal waarden wel overeind houden met elkaar. Excuses, dat is nog niet iets wat in de grondwet staat. Dus wat gebeurt er als dat zo meteen wordt teruggedraaid? Het kan niet. Er heeft een feitelijke handeling plaatsgevonden, namelijk er zijn excuses uitgesproken. Die feitelijke handeling die wordt niet teruggetrokken. De koning heeft die ook nog bevestigd, dat wordt niet teruggetrokken. Dus dat staat. Want in mijn beleving kan dat niet. Wetten kan je intrekken, gesproken woorden zijn gesproken en kan je niet intrekken. 200 miljoen? Ja, dit is natuurlijk wel een gevaarlijke, hè, die je zegt van god, maar hoe werkt dat nou precies? Wat wij in de overdracht naar het nieuwe kabinet ook aangeven is, die 200 miljoen euro is op deze manier tot stand gekomen. Die is al overal gecommuniceerd. Die staat al in de begroting, namelijk, hè, dus daarmee is die ook, een begroting is een wet, bij wet vastgelegd. En daar zijn al, ja, in ieder geval ten dele verplichtingen voor aangaan. Niet letterlijk, hè, omdat we nog met z'n allen dus precieze invulling aangeven. Dus dat is wel iets wat wij aangeven. Daar valt eigenlijk niet meer aan te komen. Als u zegt, er komt een regering en die gaat ervoor kiezen, het interesseert ons niets en we gaan gewoon van alles weghalen. Ja, theoretisch kan er heel veel. Maar ik zeg hier, het is dusdanig vastgelegd dat dat niet zomaar weg te halen is. En dan het punt wat u adresseert, en daar ben ik het ook heel erg mee eens. Hoe kan het toch dat wij nog steeds onmenselijk worden? Ik ben in uw gebied, laat ik het zo maar zeggen, al een paar keer geweest, Amsterdam Zuidoost. Eén ding wat wij geleerd hebben, en natuurlijk weet je het al, hè, weet je dat al een jaar lang ergens theoretisch, natuurlijk het vindt nog plaats, discriminatie en racisme. Maar als je het echt ter plekke ziet en meemaakt, dan kan je niet anders dan constateren, we zijn er nog lang niet als land. En mevrouw Gomez, u zegt, algemene maatregelen helpen niet. We hebben specifieke maatregelen nodig, we hebben andere dingen nodig. Ik luister heel graag, en dat klinkt dan een beetje flauw, hè, want ik zie het ook wat aanmatigend als ik zeg van, nou, dit zijn de maatregelen die wel zullen helpen. Ik heb u allen nodig om te weten wat gaat helpen. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik nooit u allen, en dat bedoel ik echt allen, voor 100% tevreden zal kunnen stellen met wat we voorstellen of wat er uiteindelijk aan besluiten genomen gaat worden. Los van een politieke context die niet aan mij is, hè, dat snapt u ook. Maar ook in het voorbereidende werk vind ik dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Maar ik heb u desondanks wel allemaal nodig om te horen, dit zijn de verstandige dingen en met deze maatregelen gaan we een echte beweging maken in dit land. Ik wil heel erg bedanken alle sprekers vanavond en enorm Patricia Gomez uiteraard.
En ik wil jullie ook heel erg bedanken voor de vragen en opmerkingen uit de zaal. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien met weer allemaal interessante sprekers. En Patricia Gomez met ons volgende dossier om aan te pakken. Thank you.